slingertjes nog omvallen. Ik denk niet Justice Perkament is vast wel. Welkom bij een nieuwe vlog op ons kanaal. We gaan naar de Mac en... Ja, oké. Okay. Gaat niet. Ik hou hem wel even vast, ja? Als we rijden. Dit kan ook. Dit is een veel betere jongen. Als we dood zijn. Ik lang als ik op bot zet. Dat die airbags eruit potten en dat we dit op beeld hadden. Ja, dat zou wel heel leuk zijn. Ja. Maar waar gaan we niet uitleggen? Ja. Ja, Milan, zeg het dus. Hoe graag wil je naar de Mac? Ik wil heel graag naar de Mac. Maar hoe graag is het? Graag. Heel graag. Nee, ik weet niet. En dan is het eigenlijk een cheatdag. En dan denk ik zo van, jee, je kan cheaten. Mm-hmm. Alleen, dan denk ik zo van... Je hebt helemaal geen zin. Ja, gewoon mijn honger. Gewoon. Het is nog... Als je straks in je mond hebt, dan denk je... Yes. Nee, tuurlijk. Het is altijd wel lekker. Alleen, ja, ik heb niet echt... Echt trek of zo. Dan krijg ik echt, als ik echt een paar uur niet eet, dan begin ik het wel echt te voelen. En nu is het gewoon van, oké, ik ga wel eten. Oké. Okay. Gewoon, ja, zonder honger eten, zeg maar. Maar dat denk ik wel. Het is geen probleem voor deze bitch. Nee. Sneller voor. Zie je trick. Oh, fietsen. Ah. En dan fietsen altijd mensen door rood. Ja. Dat is altijd wel nice. Zeker. Als je niet schept, dan moet je gewoon door. We gaan over heen. Ja. Ken je Wayside nog van vroeger? Die school met al die rare kinderen, met die hele rare lange hogeschool? Ja. Ja, dat zou je erop bouwen. Dan had je ook die directeur, die zwarte directeur, die hele rare. Dat zou je goed kennen. Ja, Wayside was die school met allemaal rare verdiepingen, ja. Met al die rare kinderen. Ja, ja. Kom mee naar Wayside. Ja, die. Okay. Ja, nee, die ken ik niet. Oké. Als we nou ook naar de Mac gaan, oh my god. Ik heb hem best. Hoeveel geld zouden ze hebben, denk ik? Zoveel dat ze Mac kunnen betalen, denk ik. Misschien rijden ze wel gewoon door. Misschien krijgen we wel weer gratis. Rijden ze er langs, denken ze, ah, we hebben toch geen geld voor. Misschien krijgen we wel weer gratis bij Kees. Ik denk het niet. Ah! Ze gaan niet naar de Mac. Rijd door! What the fuck? Die mensen moet je gewoon volgen en gewoon letterlijk in elkaar slaan. Nou, dat is een oude opa, dus oké, dat hij niet meer 100% rijdt, oké. Maar serieus, hij rijdt zeg maar 20 en dan moet hij een bocht naar rechts en dan rent hij gewoon. Dus ik moet hem gewoon naar zo inschakelen, want ik rijd 10 kilometer per uur. Dat is echt zo, what the fuck, jongen, die mensen. Ja. Die moet je echt gewoon... Daar heb je een mevrouw met een kort... Die moet je echt gewoon afsluiten. Oké, nou, we gaan nu naar binnen bij de Mac en dan zien we u zo bij de volgende frame. Roonies, we hebben eten en Justin heeft een leuk verhaaltje te vertellen. Oh, ja. Ja, ik heb bestelling. Kijk, Milan had... Ik weet niet wat Milan had. Kijk, ik... Oké, ik begin wel met dit. Ik moet ook mijn rietje. Oh ja. Alsjeblieft. Oké, vertel het. Nou, ik stond daar dus net bij de kassa. En ja, mijn nummertje was klaar op dat scherm, want ik had gewoon bij dat ding besteld en dan afhalen. Dus dat je thuis eet. En er lag dus één hamburger en er lag één McWrap. Ik zo... Ik had twee McWraps. Zij zei, oh ja, oh, sorry. Zij allemaal rond. Zij pakt die McWraps, legt die er neer. Kijk me ze aan. Keek elkaar aan. Ik zo... Ik had ook een grote cola. En zei, oh ja, shit, vandaag. Zij gaat die cola maken. Zet ze neer. Maar ik kreeg gewoon een dienblad, terwijl Milan het ingepakt heeft. Dus ik wilde eigenlijk nog zeggen van, hey, je moet het ook inpakken. Maar ik dacht gewoon, nee, dit is wel echt... Ik moest er gewoon zelf mee lachen, gewoon. Het is dat de mensen achter me stonden, anders liet ik het daar gewoon nog inpakken ook. En als ze dan iets zijn, dan zei ik, dat is gewoon een bolletje met deze, man. Hier, kijk, en dan krijg ik ook nog een broodje. Die fucking ingedeukt is. Nee, die is gewoon wel afgeschraapt, jongen.
Dat is gewoon tegen de, op de grond gevallen en dan... Ah, ik hoopte nou eigenlijk dat er gewoon augurk op zat, maar dan terug ging aan. What the fuck is dit, bitch? Ja, ja. Ik hoop het eigenlijk ook. Maar, het is echt warm, jongen. Benauwd is het buiten. Dank je. Dat komt niet door jou. Daarom zei ik al, denk ik. Hmm. Ik had net een uitnodiging gekregen om op het kanaal van Gaming SB een Poketalk mee te doen. Zeg maar, gaan we gewoon over Pokémon, allemaal dingen die raar zijn of zo. Of die je graag wilt zien, zeg maar. En hij had de eerste aflevering had hij gedaan van dubbele aflevering. Dus aflevering dat eigenlijk precies hetzelfde gebeurt, maar dan twee verschillende afleveringen, zeg maar. Net alsof de Ash tegen Rhydon Shirt twijfelt hij om een Thunderstone te geven. En in Black and White of in Diamond and Pearl heb je precies zo'n aflevering, zeg maar. Dan moet hij tegen Raichu, verliest hij, denkt, wil hij hem een Thunderstone geven, doet hij dan niet. En dan wint hij de tweede keer wel, zeg maar. Really? Mm-hmm. Dat is wel echt wat te pakken. Ja. En hij wil het dus met mij over gaan hebben. Welke Pokémon een normale evolutie verdient. Dus dat gaat binnenkort komen. It's coming. Ik ga nu niks zeggen, dus dan spoil ik het andere film. Hoop je. Nee, ja, voor de evaluatie. Net Skarmory. Ja. Ja. Dat zat ik goed. Ik kan nog niks bedacht. Dat is fijn. Ja. Totaal is het dus heel leuk. Ik zei het leuk. Ik zei het niet. Mijn zus was vandaag, is vandaag weer in een keer in Nederland. Mm-hmm. Mensen die het niet weten, ze is stewardess van Abu Dhabi. Dus ze is in Abu Dhabi. En af en toe komt ze hier naartoe. Daar heeft ze een Nederlandse kleur. En dan meestal Amsterdam. Of eigenlijk altijd Amsterdam. Mm-hmm. En dan komt ze gewoon even weer in Nederland. Dan denkt ze dat ze weer de coole girl is en zo. Dat ze los kan maken. Zo. Van, yo Milan, wat doe je en zo. En dan zei hij, wie ben jij? Nou, of jij niks meer laten weten, wie ben jij? Dingen zijn niet veranderd, bitch. Nee. Dat had jij niet moeten zeggen. En kijk wat ze zei. Ik ben hier de baas. Oh, maar ja, kom eens hier. Oh. Ik denk, dit is je toch een... Het voordeel van het... zien van Kimberly zo, ja, volgens mij is het voor mij al anderhalf jaar geleden of zo. Ja, fuck. Weet je wat de voordeel daarvan is? Oh, weet je wat de voordeel daarvan is? Dat ze dan ook aardig doet als ze me ziet. Ja. Maar kijk, mij zal ze nooit aardig doen. Weet je wat leuk is? Jij en Kimberly tegen Mario. Niets maken. Tegen Mario? Ja. Ja. Niets maken. Ze smaakt ook. Maar ik kan ze ook weer niks aan doen, want haar neus zit bijna altijd dicht, dus dan moet ze wel. Maar het is. Het is zeg maar. Ja. En dan hoor je dat 100 keer in de minuut. Ja. En dan hoor je dat 10 uur laat, 11 uur laat. Dat is te veel snel. Mag ik naar Pokémon Glaze? Nou, dat weet je zelf net zo goed als ik dat weet. Jij speelt het, hè? Alleen de laatste paar afleveringen speel ik. Mm-hmm. Sinds het goed gaat, zeg maar. Oh, oké. Okay. Zullen we terugkijken? Volgens mij begon ik toen net met spelen. Dat kunnen we niet zien. Maar even. Nee. Ik heb echt ik vind een hele boom aan dingen in het zakje zitten. Een hele boom aan servetjes. Ik vind trouwens dat Tom Riddle. Ja. Yeah. Dat hij gewoon zijn eigen film moet krijgen. Over dat hij dus al die mensen ging recruiten. En hoe zijn tijd was op Zwijnstein. Lijkt me dat kunnen ze echt gewoon filmen. Wat? Oké.
hoe die is opgegroeid, hoe zijn moeder of zijn vader, hoe dat verhaal, weet je wat, dat ze daar, daar kunnen ze echt wel een film van maken hoor. Ja, dat klopt, ja. Dat zou best kunnen. Ja. Dat is nou zo raar. Ja. Waarom? Omdat het nu interessant is. Het gaat over Harry Potter. Uh-huh. Fantastic Beast. Dat is super interessant. Ja, omdat het gewoon iets heel nieuws is. En een film over fucking Voldemort. We hebben net een halve film gemaakt, zeg maar. Een halve? Ja. Hoezo? Alles wat voordat hij zeg maar heel Voldemort was. Daarover. Ja, maar dat is gewoon allemaal uitgelegd in boeken. Hè? Ja. In een boek. Die ik nooit aanraak. Ah. Dat is jouw probleem. En jij ook niet, dat jij luistert. Jij luistert. Is dat het boek? Zit erin? Boek. Doe je dan Nederlands of Engels? Nederlands. Ja, maar dan zou wel een film af kunnen maken. Vind ik. Weet je wat ik eigenlijk zou moeten doen? Bij Pokémon? Dat Ash per ongeluk zijn Pikachu in een ruitje laat even. Kom. Ja, en dat er dan een item bestaat dat je hem weer kan terug-evalueren? Nee, gewoon een ruitje. Haar zou nooit doen. Ja, hij wil toch Pokémon meester worden? Ja, dat is eigenlijk zo slecht, hoor. Kan hij nu ook wel met alle Pokémon die hij heeft, toch? Nee. Jawel. Had je de Pokémon niks gezien van Diamond and Pearl? Hij moest tegen Latios en Darkrai en hij verloor. 2 tegen 6 Pokémon. Dus, hij wordt echt geen Pokémon meester. Te bedenken dat hij Mewtwo kon vangen. Mew kon vangen? Nou, Mew was niet echt verzwakt. Nee. Bij Mewtwo strikes back, weet je wel, dan gooit hij die Mewtwo toch in het water. Zou best kunnen. Oké. Je hebt Pokémon The Movie. Dat met die Pokémon clones, dat die allemaal worden gemaakt, mm-hmm. weet je wel. En je hebt dan Pokémon Mewtwo strikes back. En dan heeft Mewtwo zo'n, zo'n eigen hideout. Ja, eigenlijk... Mm-hmm. En dan komt Team Rocket naar hem en die wil hem dan weer opnieuw vangen. En dan zegt Team Rocket van ja, als je niet luistert, dan gaan wij jouw Pokémon clones pijn doen. Dus dan... En dan moet hij in zo'n apparaat. Mm-hmm. Een apparaat verzwakt Mewtwo en als dat dan werkt, dan krijgt hij controle over Mewtwo. En Mewtwo maakt die dingen dan uiteindelijk toch kapot en dan is hij maar verzwakt en dan gooit Ash hem zo in het water. Zoals je dan gewoon... Pokéball! Easy. Dus ja, Mewtwo. Hij heeft alle legendarische gezien. Hij kon Lugia vangen. Hij kon zelfs als Mottis als Kino vangen. Hij kon een Trattini vangen en die lag even weer in de weggenheid. Ja, maar het gaat nu op goede Pokémon. Nou, maar volgens de Pokédex weet ik nou zo. Kama. Hoezo Kama? Dat je volgens het bent. Dat is niet waar. Alles bij jou is Kama. Nee. Hij kon een known, nee, Enter had hij niet, nee, oké. Okay. Hij kon Celebi vangen. Hij kon Suicune vangen. Nee, Suicune was niet echt zo verzwakt, hè? Dat maakt niet uit, dat kon hem toch wel. Maar dat lukte niet. Hij had de GF-boot dat ik kon gooien. Hij kon Jirachi vangen. Hij kon een, Rayquaza en Deoxys, die waren met elkaar nog aan het vechten. Hij kon Darkrai vangen. Hij kon Latios en Latios vangen. Hij kon Giratina vangen. Hij kon Arceus vangen. Oeh, Shaman. Het is echt what the fuck, Keldeo. Menanthi. Het is echt what the fuck. Ik zeg het, het is echt what the fuck. Ze hadden hem gewoon legendarische Pokémon moeten geven. Ik bedoel, waarom zijn ze in de serie als ze ze toch niet vangen? Ik bedoel, ja. Waarom zou Ash geen legendarische Pokémon mogen? Waarom? Omdat hij daar alles wint. Ja, maar hij wil de Pokémon meester worden. Toch? Nee, dat wil hij niet. Ja, nee. Hij wil de Pokémon meester worden, kom op. Ja, dat klopt. We moeten hem hier pakken, ja. Als hij gewoon nou een legendarische Pokémon kreeg. Oké. En als hij een legendarische Pokémon kreeg, welke? Vio. Welke? Vio. Ze liggen daar een Pokémon. Oké, maar... Nee, dus, oké, als hij naar een Pokémon kijkt, welke denkt hij dan dat hij krijgt? Hij krijgt er geen, dus dat gaat niet gebeuren. Hij krijgt er ooit wel één hoor. Laatste aflevering van de anime of zo. Ook niet.
dan evalueert hij zijn Pikachu. The end. Huh. Fat AIDS. Nee, het wordt gewoon, over een paar dagen wordt het bekend dat Raichu Mega-Evolve krijgt. En dan laat hij Pikachu evalueren omdat Raichu Mega-Evolve heeft. Ja, serieus? Nee, tuurlijk niet, maar het zou wel leuk zijn. Nee, ik denk dat Pikachu Mega-Evolve krijgt. Nee. Want dat hebben ze al gezegd in de anime dat hij niet kan. Hoezo kan hij? Omdat hij geen laatste evolutie Pokémon is. Dat hij nog een normale evolutie heeft. Een van de eerste afleveringen van X en Y. Hmm. Hebben ze ook al gezegd hoe die Escaninja nou is ontstaan? In Japan wel. In Engels nog niet. Echt een bullshit. En ik wil het eigenlijk ook niet weten. Want het is inderdaad bullshit. Ik merk even volgens toen moest er gewoon permanent zijn. Nee, dat vind ik niet, want ik vind Mega Evolve sowieso poep, maar ik vind niet dat ze dat permanent hadden moeten doen, want opeens heb je een 4D-evaluatie, dat is echt bullshit. Dat is echt bullshit. Ja, sommige Pokémon zijn gewoon buiten deze wereld. Zoals Deoxys. Waar gaat dat Arceus dan nog geen Mega Evolve heeft? Ja, dat vind ik heel jammer. Ik vind het jammer dat je Arceus nooit legit hebt kunnen vangen in een game. Jawel. Moest je naar zo'n Pokémon open dag gaan of zo? Nee, je moet zo'n Azure Flute via Mystery Gift en zo. Ja. Maar dat bedoel ik. Je moet gewoon in-game kunnen vangen zonder al die bullshit. Ik bedoel, in Diamond en. Of nee, in Heart Gold en Soul Silver is dat best vet gemaakt, waardoor je die moet vangen met die event. Ja, maar dan moet je toch met een event. Ja, moet je ook met een event. Maar het is wel vet gemaakt. Dat had ze gewoon in de game toe. Oh, zo. Wel, ja. Lees maar even voor. Mac Wrap Crispy Chicken. Geniet van een heerlijke combinatie van malse kip met een krokant jasje met tomaten, rucola, cheddar, smeltkaas en een fris zoete honing mosterd saus. Scan voor meer. Zou dit werken? Kunnen mensen het nou gewoon scannen als dat zo is? Mm-hmm. Ook als ik hem ondersteboven heb. Ja, als je een telefoon ondersteboven houdt. En als we nou zo een beetje schuin doen? Dan, of zo? Dat kan het ook. Scan hem nu maar eens. Hoeveel kipnuggets had jij? 20. What the fuck? Gewoon 20 kipnuggets. 20 kuikentjes voor me. Van ja. Volgende keer slacht ik ze zelf. Nice. Je weet dat ik geen grapje maak. Volgende keer eet je ze rauw. Ah, nee. Wat staat die? Wat is het? Een rare man staat hierachter. Hij zit als de bespioneer. Volgens mij luistert hij ons af. Met dat oortje dat hij in heeft. Hij is wel een gangsterboy inderdaad. Zullen we dat Mercedes logo eraf breken? En dan dat hij ons neerziet. En nee, dan wegrennen. Dan ren jij weg en dan rij ik weg. Ja? Nee. Andersom. Waarschijnlijk helpt de gas jou gewoon heen. Ja, waarschijnlijk wel. Ik kan wel nee zeggen, maar daar lig ik. Hij heeft een gele das. Ja, ik kijk die bij de Jumbo. Of beveiliger. Hm? Ik zie er wel uit als een stoel. Maar je hebt een mes, dus alles komt goed. Alles is rustig. En alles komt goed. Waarom is dat? Van de laan, toch? Ja. Ga je kappen, de bie. Weet wat je doet. Mm. Oeh, heb je een briefje gekregen? Nee, stem maar even. Oké. Vorig jaar. Beste Justin, na een zeer goede start kreeg je een terugval door privéomstandigheden. Wat resulteerde in... What the fuck staat hier? Oh, in uitstromen op niveau 3. Gelukkig stroom je komend jaar in het vierde in en heb je vertrouwen... Oh, hey, iemand heeft vertrouwen in je, dat is voor het eerst. Toch? Wees maar gelukkig. Het zal hard werken worden, maar dat gaat je lukken. Durf om hulp te vragen. Bedankt voor een leuk jaar, Astrid. En jij vraagt om hulp, maar die geven ze je niet. Snap je? Mm-hmm. Draai die shit. Terwijl het leuke was, er waren helemaal geen familieomstandigheden, toch? Ja, ja. Mijn opa was wel daar. Oh, ja, oh, ja.
Maar je hebt toch ook een keer gelogen dat je tand was opgelegd? Ja, maar dat geloofden ze niet. Of ja, dat geloofden ze wel, maar het was geen geldige reden om niet naar school te komen. Te vaak. Ja. Nou, met tand overlijden ga ik echt niet werken hoor. Ja. 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 Ik gaf dat toen van. Ja, mijn tante is overleden, daarom was ik er niet. Ja, had je maar moeten ziek melden, ik zo, daar was ik helemaal niet eens mee bezig, want toen waren we daar en daar. Ja, je moet toch die uren dan inhalen, ik zo, wat de fuck. Dat is freaking fuck. En degene die dat zei, die heeft anderhalve week geleden zijn heup gebroken. En die ligt nu in het ziekenhuis, dus ja, kan een beetje. Het is niet dat ik hem haat. Hoe heeft hij zijn heup gebroken? Geen idee. Ik hoop dat hij gewoon wakker werd. Ja. En dat hij gewoon karma voelde en dan... dat hij gewoon zo zeven. Karma, die gaat... Nee, ik hoop eigenlijk dat hij gewoon echt veel pijn heeft gehad. En dat hij, zeg maar, viel en dat hij dan in zijn oor... Nee, ik weet niet, maar hij heeft wel zijn heup gebroken. En hij is al 55 plus, dus dat kan wel fucked up zijn. Maar. Misschien wel een nieuwe heup. Ligt aan waarde en hoe en snap je? Mm-hmm. Dus, maar ja, karma is real. Dus dislike je onze video's, je breekt je heup. Misschien niet vandaag, misschien niet morgen. Maar als je 55 bent. Justin. Wacht even, laat me met rust. Justin. Oké, dit gaat niet werken. Cool. Oké, Justin. Wat is de hoofdstad van deze provincie en welke provincie zijn we? De hoofdstad is Den Bosch, ja. En we zijn in Brabant. Ah! Hij heeft het goed. Dat was het. Oh, was dat de enige vraag? Ja, dat was de beste parody ooit. Oh, ik denk er komen meer vragen. Nee, ik weet geen meer vragen. Echt hè? Oké, de elektrische trein komt vanuit het noorden. Waar komt de elektriciteit vandaan? Vanuit het noorden. Ah! Nee, uit de bedrading. Ja, nou, dat is dat bedoel ik. Als jij dus even op die auto gooit. Hey, je hebt er ook bij. Heb je nog meer troep? Je weet dat je het zelf op gaat ruimen, hè? Hoezo? Ja, hoezo denk je? Ik ben toch niet jouw wandelende prullenbak? Ja, maar er zijn toch ook jouw spullen bij? Ik ben toch geen trubbish? Go! Hallo, dit is wel jouw liefdesbrief, hè? Nee, dat is allemaal troep, joh. Dat moet er allemaal uit. Die handdoek moet er ook uit. Oh, yes, yes. En jouw zelfrespect, die kunnen we er ook wel op de deur uit doen. Ja, die is een lange deur uit. Ja, dat geloof ik wel, ja. Oh, denk ik met jou. Oké, die was gewoon niet uit. Moet er nog meer mee? Dat flesje water? Ja, doe maar. Oh, hier. Kukkelee pakje, nice. Salmonella, komt je toch niet? Gewoon een salmonella spawn in mijn auto. Ja, oké, nu ga je niks meer meenemen. Nee, nee, wacht hier nog twee dingetjes. Vermoeiend. Wacht hier. Hier. Yes. Dus, vergeet jezelf ook niet in. Maak jij de kijkertjes nog maar even met de lucht aan. Oké. Vergeet jezelf er niet in te gooien. Hoeveel krijg ik van een van jullie als ik nou gewoon de deuren dicht weer gewoon aanrijd en Milan naar huis laat lopen? Oh, dat lijkt me echt fucking grappig. Hey, aan mijn auto uit! Jij bent echt een loser. Jij bent echt een loser. Ik geef van de kijker onder de deur. Sander, ik weet het ook wel. Een blitzblinding. Ah, ik kan mijn verstandsvliezen laten snijden. Er zitten dan nog steeds van die gaten in. Nee, elke keer na het eten moet ik echt het uitschapen. En dan zit er gewoon echt zo'n heel stik helemaal in. Nice. Moet jij een verstandsvliezen laten snijden? Nee, hè? Jammer. Je bent juist een pussy als je het niet doet. Nee, want ik hoef het niet, omdat die van mij gewoon ja, zijn. Daarom zou je toch juist moeten doen om geen pussy te zijn. Ja, ik kom. Lastig, hè. Je bent zo... Dus even normaal. Kijk, ik ging naar de Mac. En ik had geen honger. En ik ben klaar met eten en ik voel me precies hetzelfde. Nou, moet je nog meer? Nee, ja, ik net bij die laatste twee hapjes toen merkte ik wel van hoe. Maar het is ook niet dat ik nou denk van... Oh, ik zit zo vol.
Nee, ik vond hem eigenlijk niet zo. Dat is wel mooi. Nee, want normaal wil ik muziek dat ik thuis op de bank moet liggen. Ja, dat ik zo vol zit dat als ik beweeg, okay, dan mijn maag van de scheur. Zo vol. Heb je nog een maag? Ja. Ik wil bedanken voor het kijken van deze vlog. Vond ik nou een leuk vlog, doe allemaal een duimpje omhoog. En dan zien we eigenlijk de volgende keer. Wat betekent dat eigenlijk? Dat, die cijfertjes. Dat is hoeveel kilobyte de aflevering is. Oh, ik dacht jouw gewicht. Want jij kina. Hij komt in de buurt. Bedankt voor het kijken. Dat is echt niet grappig. Het gaat de hele tijd omhoog, Milo. Drink minder monster. Ja, maar kijk dan, dat ding gaat echt snel omhoog. Maar hoeveel? Ja. Hoeveel? Dus 2 gigabyte en nog een beetje. Oh, oké, okay. En nog een beetje. Ja. En nog een beetje. En nog een beetje. En nog een beetje. Net zoals jouw penis. Het is 2 centimeter en nog een beetje. Nou, elke dag. Dus hij is nu al zoveel centimeter. Gegroeid. Nice. En nog een beetje. Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vind je nou een leuke aflevering doen om een duimpje omhoog? Nog maar één ding zeggen, dat is... Adios amigos. Met nog een beetje. Ja.